Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door BV Leiden. U kijkt naar het programma voor inwoners en ondernemers uit de Leidse regio. Waarin onderwerpen besproken worden die ons allen aangaan. Vanuit Boutique Hotel Huis van Leiden is dit de meest spraakmakende talkshow van de regio. Dit is Wat Leiden Raakt. Met Lenze en Van Beek. Dames en heren, wat fijn dat u kijkt naar een nieuwe aflevering van Wat Leiden Raakt. U denkt misschien, waarom zit Lorenzo alleen? Mijn collega heeft helaas griepverschijnselen. En u begrijpt, in een tijd van corona is het absoluut niet toegestaan om dan te komen. Dus vandaar dat ik deze aflevering en wellicht de aankomende alleen aan tafel zit. Maar goed, we hebben hartstikke leuke heren vandaag, dus dat wordt geen probleem. We gaan het vandaag hebben over Airbnb en dat het oneerlijke concurrentie is voor hotels. Dan denkt u misschien Airbnb, ooit wat van gehoord, maar wat is dat precies? Dat zal ik u even toelichten. Dat is dus het fenomeen dat mensen hun eigen huis verhuren aan toeristen om wat extra geld te verdienen. Zult u misschien denken, wat een goed idee, moet ik misschien ook doen. Maar het is wettelijk verboden. De Raad van State heeft daar een uitspraak voor gedaan. Dus het mag niet. We hebben vandaag twee heren aan tafel. Rechts van mij Martijn Bulthuis. Hij is de directeur van Leiden Marketing. En aan mijn linkerzijde Dennis Tuin. Hij is de secretaris van het hoteloverleg. Ik begin even bij jou. Fijn dat jullie er trouwens zijn, allebei. Yes. Leiden Marketing. Vertel eens even in het kort, wat doe je dan precies? Ja, nou, in het kort proberen wij Leiden aantrekkelijk te maken voor verschillende doelgroepen. Dat zijn bezoekers, maar ook voor aankomende studenten, voor congressen. Ook voor mensen die hier willen komen werken of willen komen wonen of een bedrijf willen stichten. Dus eigenlijk proberen we een goed verhaal over Leiden te vertellen, zodat mensen weten waarom ze voor deze stad moeten kiezen. Nou ja, je hebt volgens mij ook nog een prijs gewonnen. Dus wat dat betreft de beste marketeer voor een stad in heel Nederland, toch? Ja, we waren de beste citymarketingorganisatie van Nederland, ja. De categorie grote steden, vorig jaar. En hoe blij ben je dan als het je lukt? Nou, dat is heel leuk. Dat is omdat je als team heel hard daarvoor werkt. En ook wel eens dichter bij huis, dus bijvoorbeeld in de politiek, moet uitleggen waarom je bepaalde keuzes maakt. En als je dan een objectieve erkenning krijgt van mensen die er verstand van hebben, dan hoef je niet meer uit te leggen dat je in ieder geval op de goede weg bent. Dat was een hele mooie. En dan behoor je ook nog tot de machtigste man van Leiden. Ja, Lorenzo. We gaan binnenkort ook nog een standbeeld voor je oprichten. Dus dat komt helemaal goed, ja. Eens even kijken. Dennis, jij zit hier namens het hoteloverleg. Wat doet het hoteloverleg precies? Wat voor organisatie is dat? Nou, wij zijn eigenlijk een samenwerkingsverband aangegaan met de Hotels van Leiden. Het is een stichting overigens om gezamenlijke oplossingen te vinden waar we allemaal tegenaan lopen. Waar Airbnb er dus ook een van is. Ja, en vanuit hotels wordt de toeristenbelasting opgehaald. Althans, dat wordt niet opgehaald. Hè. Toeristen betalen belasting aan de hotels. En dat gaat uiteindelijk in een potje en daar word jij dan weer van betaald. Ja. Dus eigenlijk ben jij bij hem in dienst. Nou ja, zeker. Zo gaan de gesprekken wel eens. Ja, nee, het is een schitterende. Het is goed dat je dat noemt, want het is een hele bijzondere constructie waarin de verblijfsbelasting hier wordt opgehaald door de hotelier. Ja. Dat is een belasting die je afdraagt aan de overheid, maar die wordt hier weer teruggegeven aan de ondernemers. En de ondernemers besteden het aan city marketing. Dat betekent dat in dit specifieke geval de ondernemer ons een opdracht geeft, maar ook voor de lange termijn. Steunt. Dus kort door de bocht, dus de hotels die krijgen via de toeristenbelasting binnen. Dat gaat dus in een fonds en jullie kunnen daar dan al die mooie projecten van doen. Ja, onder andere. Het is een deel van onze financiering, maar het is natuurlijk een heel belangrijk aandeel. Ja. Ja. Hoe belangrijk is het voor Leiden dat deze constructie er zo is? Nou, ik begon al dat een beetje. Dat geld dus zeg maar naar de marketing gaat. Nou, dat is voor ons cruciaal. Want het zorgt er namelijk voor dat wij niet afhankelijk zijn van de waan van de dag. Dus na verkiezingen verandert er altijd weer iets. Heb je een andere politieke kleur? Of andere mensen die zich willen laten zien? En in deze stad zijn het de ondernemers die voor de lange termijn ervoor zorgen dat wij kunnen doen wat we moeten doen. En dat is de enige voorwaarde die voor city marketing geldt. Je moet niet elk jaar wat anders doen. Je moet zorgen dat kun je niet plannen. Nee, dat kun je niet plannen, maar dan lukt het ook niet. Je moet op een gegeven moment in beeld komen bij die doelgroepen die ik net noemde. En dat kan alleen maar als je consequent, langer termijn vasthoudt aan de verhalen die je vertelt. Nou, de ondernemers zorgen ervoor dat wij dat kunnen doen. En dat zorgt voor een onafhankelijkheid. En dat maakt dus dat wij de afgelopen 10 jaar die stappen hebben kunnen maken. We zijn natuurlijk over 2 jaar ook European City of Science. Dus het is hartstikke belangrijk dat we natuurlijk ook toeristen naar de stad halen. Dan denkt u natuurlijk,
Hartstikke mooi, maar waar leidt het toe? En dat is het volgende. We gaan het natuurlijk hebben onder andere niet alleen over de toeristenbelasting natuurlijk, want dat is niet het onderwerp, maar vooral dat Airbnb, het verhuren van je eigen huis, en dat daar ook toeristenbelasting aan zit, dat niet geïnd wordt. Dat is een grote pot. Even voordat we daarop ingaan, weten jullie het verschil tussen een Airbnb en een bed and breakfast? Want er zijn ook mensen die een bed and breakfast hebben. Dat is iets anders dan een Airbnb. Maar weten jullie het verschil? Iemand? Nou, ik kan het wel uitleggen. Uiteindelijk zijn er verschillende categorieën voor verblijven. Overigens, jij spreekt het over toeristenbelasting. Wij nemen liever de verblijfsbelasting. Precies, want het verblijf in Leiden is toch ongeveer de helft is zakelijk. Airbnb is eigenlijk iemand die heeft een kamertje over, plat gezegd, en die gaat hem verhuren. B&B's, voldoen wel aan wet en regelgevingen. Je moet denken aan brandveiligheid, brandmeldinstallaties, jaarlijkse check op je blusmiddelen, sprinklerinstallatie, whatever. Vergunningsplicht, dus daarmee ook houdt ook een nachtregistratie bij. Dus, dus de gemeente weet dat die mensen er zijn? Ja, en wie er verblijft. En wie er verblijft, ja. Dat is ook belangrijk. Ja. Hè, want als er natuurlijk een ongeluk gebeurt, brand, dat soort dingen. Dan... Ja, nou ja, je wilt er niet aan denken, maar dat is wel precies dat. En dat is natuurlijk, de Airbnb heeft al die registratieplicht niet. En dat maakt het een beetje een schimmig wereldje. Je weet niet wat daar precies gebeurt. Ja, behalve als je voor de duizendste keer zo'n rolkoffer door je straat hebt, dan denk ik dat je als buurman een keer er wat van vindt. Nou, heb ik even uitgezocht. Wij hebben dus in Leiden ongeveer 20 bed and breakfast in Leiden zitten. Maar we hebben 400, ja, ik wist niet dat het zoveel was, 400 mensen in Leiden die hun huis dus verhuren tijdelijk aan particulieren. En dat kunnen dus ook meerdere kamers zijn. Er zijn dus mensen die gewoon 5 kamers hebben in een huis en dat dus in zijn geheel verhuren. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat echt bizar als ik die cijfers moet geloven. Maar wat vinden de hotels ervan dat mensen dus een huis verhuren, terwijl dat eigenlijk niet mag? Dat is dus die oneerlijke concurrentie waar we het over hebben. Wat doet dat voor hotels? Nou, ik heb iets andere cijfers voor me, maar ook echt wel waar je stel van achterover slaat. Er is door onder andere de gemeente Leiden een bureau in arm genomen om een marktonderzoek te doen. Dat is Bureau Stedelijke Planning. En die hebben inderdaad alle data verzameld. En er zijn namelijk veel meer Airbnb-locaties in Leiden. Dat zijn namelijk 873. Oh, echt? Oh. Maar ook inactieve, moet ik erbij zeggen. Actief ongeveer 250. En die hebben gemiddeld over een jaar 168 keer hun locatie verhuurd. En nou, dat is... Reken maar uit. Nou, ik wou zeggen, als je een hotel... Tonnetje toeristenbelasting. Als je een hotel met 125 kamers hebt, is dat 90% bezetting op jaarbasis. Dat is heel veel. En zeker in de tijd van corona natuurlijk, waarbij de hotels het natuurlijk mega moeilijk hebben om een hoofd boven water te houden. En is dat dan zeg maar meer voor de binnenstadshotels lastig of ook voor de grotere ketens die erbuiten zitten? Nou, er is gewoon markt voor Airbnb. Laten we daar maar even mee beginnen. Hè. Ik bedoel, mensen, vroeger had je dat crowdsurfen. Ze willen bij de locals slapen, het van de locals horen. Dus ik ga niet dat wegstoppen dat het er niet is. Je bent er niet op tegen dat het er is, nee, maar je wil gewoon dat het aan regelgeving komt. Gelijke monniken, gelijke kap. Ja. Precies. En het kan niet zo zijn dat daar van alles nog wat gebeurt zonder brandveiligheid. Mensen die worden soms gewoon echt in een bezemkast gestopt. Ja. Dat wil je. En het is ook allemaal in woonwijken. Dat is ook nog eens een verschil. Het concentraat van de aanbieders van Airbnb zit allemaal in de binnenstad in Leiden. Ja, want we hebben natuurlijk ook de gemeente uitgenodigd. Nou, mogen duidelijk zijn dat die niet aan tafel wilde zitten. We hebben ook nog gezocht naar iemand die een Airbnb heeft. Maar die wilde natuurlijk op de televisie niet te horen krijgen dat eigenlijk natuurlijk tegen de wet is, wat hij of zij doet. De gemeente laat het oogluikend toe. Met andere woorden, je mag niet door rood rijden, maar zolang er niet geflitst wordt, heb je geluk. Vind je dat... Dat kan toch eigenlijk helemaal niet? Laten we nou toch eerlijk zijn. Hoe kun je nou iets oogluikend toelaten terwijl het eigenlijk wettelijk gezien verboden is? Ja, goed. Je ziet hier dat de overheid een beetje achter de markt aanloopt. Want dit is natuurlijk iets wat... Dennis zei het al, het was ooit iets heel sympathieks. Het was couchsurfen. Jij deelt jouw extra slaapkamertje. En
En als je naar het buitenland gaat, kan je bij iemand anders een keer op de bank liggen. Want dus het was eigenlijk zo'n house swap, toch? Jij gaat naar Amerika, ja, daar begon het mee. Terug, ja, en dan ga je gratis in elkaars huis. Ja, het was een onderdeel van de sharing economy. Hè? Dus je deelt je auto met elkaar, je deelt het gereedschap in de buurt met elkaar en je deelt ook je extra slaapkamer. Op zich een mooi. Daar zit iets heel moois achter. Daarom was niemand er in eerste instantie op tegen. Alleen, het is nu keiharde commercie geworden. Airbnb heeft een omzet van meer dan 2 miljard. Dat is gewoon een snoeiharde business geworden. Ik neem aan dat jij het niet meer hebt nu met de corona. Nee, helaas niet. Dus dat toont al aan dat je als overheid er wel wat van mag vinden. En zeker als je dan bekijkt dat het huizen uit de woningvoorraad onttrekt. Het zorgt voor overlast. Want er zijn mensen die hebben gewoon elke dag andere buren. En die hebben want ik lees ook dat mensen dus in sociale woningbouw wonen. En dan een relatie krijgen met een ander. En die zit dan in een andere sociale woning. En dan gaan ze vervolgens verhuren. Tegen het zesvoudige van de huur. En dat is nog een soort van zachte kant. Er is natuurlijk ook nog een hardere kant. Want er zijn heel veel investeerders die gewoon panden kopen en die gewoon permanent op Airbnb aanbieden. En dan is dat in Leiden misschien niet als eerste aan de hand, maar in de grotere steden om ons heen is dat zeker een probleem. Maar goed, dus het is gewoon handel. Dat is zeker handel, maar dat is dus dan zonder regelgeving. Dus niet die brandveiligheid, niet de sociale hygiëne, geen legionella. Geen belasting. Geen toeristenbelasting. Nou, dat vind ik wel een belangrijke. Uiteindelijk, wij halen die verblijfsbelasting op. En dat is inderdaad gedeeltelijk de funding voor Leiden Marketing, waar hij zijn meerjarenplan op kan maken. Wat uiteindelijk goed is voor bewoners, voor bedrijven, maar ook voor mensen die tijdelijk naar onze stad komen. Maar in 2018 zijn er 42.000 overnachtingen geweest via Airbnb. Al dus Bureau Stedelijke Planning, die dat uit een marketingdata heeft getrokken. Ergens getoverd. RDNA heet dat. Dat bestaat echt. Dus dat is geen gebakken lucht. Maar goed, 42.000 overnachtingen maal de huidige verblijfsbelasting van 2,50... is gewoon dik een ton, wat eigenlijk extra bij onze citymarketeer had moeten Ik had dat wel op een bankrekening willen hebben. Ik ook. Zo is het. Ja. Ja, dat bedoel ik. Is het onveilig om in een Airbnb te slapen als al die regelgeving er niet is? Want ja, ik kan me voorstellen dat als er in een Airbnb iets gebeurt, God hoopt dat niet gebeurt, dat er dan staat een toerist verbrand en niet Airbnb-gast verongelukt. Ja, dat vind ik lastig. Laat ik naar mijn eigen hotels kijken. Wij doen jaarlijks een BNV-training voor alle medewerkers. We hebben jaarlijks onze check op de brandmiddelcentrale, op de blusmiddelen. We doen een aantal keren per jaar oefenen we ontruiming met. Dat is geen garantie dat er niet bij ons een keer wat zou kunnen gebeuren. Maar ik durf wel te stellen dat zolang ik de wacht heb in onze hotels, ik er gewoon alles aan wil doen dat als er eens wat gebeurt, dat we de juiste dingen op dat moment doen. Ik kan me voorstellen dat er een menig Airbnb-aanbieder niet zo ver heeft gedacht. Ik zie soms studentenhuizen inderdaad in de verhuur staan dat ik denk, daar zou ik, als ik een dochter zou hebben, er in ieder geval niet dood laten vinden. maar dat is toch zo. Er zijn heel veel locaties die heel erg gevaarlijk zijn, volgens mij. Er is laatst onderzoek geweest, Martijn, waar dat mensen of inwoners uit de stad Leiden zeiden, ja, maar het is zo druk in Leiden. We gaan straks hele Amsterdamse taferelen achterna, grachten vol met toeristen. Nou blijkt uit de cijfers volgens mij dat ten opzichte van 2018 naar 2019 dat er eigenlijk een lichte daling zelfs was in het aantal toeristen. Nou ja, los met corona is het natuurlijk helemaal gedaald. Maar hoe komt het dan dat mensen het idee hebben dat het dan zo druk is? Want volgens mij zitten we op het gemiddelde best laag. Ik geloof dat we 4 kamers gemiddeld verhuren op het aantal inwoners, waar het in Amsterdam volgens mij 13 is. Ja. Waarom hebben die mensen dan het idee dat het zo ontzettend druk is? Ja, daar zijn een aantal dingen die je daarin moet meewegen. Kijk, er is natuurlijk afgelopen paar jaar is ook heel veel in het nieuws geweest over Venetië, over Giethoorn, over Amsterdam. Ja. Er zijn artikelen over verschenen, uitzendingen op tv over geweest. Dus mensen de boeken over geschreven. Men is zich ervan bewust. Maar komt het dan een beetje misschien omdat juist door die Airbnbs dat er dus nu overal in de stad ineens rolkoffers te vinden zijn, waardoor je het idee hebt, hey, ik woon hier al 5 jaar, nooit een rolkoffer gezien en nu zie ik er ineens 10 in de week? Dat mensen daarom het idee hebben dat er heel veel toeristen zijn? Ja, het is en-en. Want de buitenruimte is drukker geworden. Er zijn meer terrassen en er is meer horeca. En er zijn ook meer mensen die hier in deze stad wonen, om maar iets heel praktisch te noemen. Dus het is een combinatie van factoren.
Ik weet niet of je dat aan Airbnb kan toeschrijven. Maar het is wel dichterbij mensen gekomen. Dus ik kan me wel voorstellen dat een hotel, daarvan weet je, daar is een bepaalde dynamiek. Ja, weet ik dat ik die rolkoffer tegenkom. Exact. En als het ineens in jouw straat gebeurt, waar geen hotel zit, maar waarvan je ineens allerlei nieuwe mensen voorbij, dan telt dat op bij die andere gevoelens. Dus dan is het ineens niet meer belangrijk of het waar is. Nee. Dat het daadwerkelijk heel veel druk. Maar het is het gevoel. Het is de invulling. Ja, en daar moet je als stad ook wat mee. Dus dat is ook zo. Maar want ik kan me voorstellen dat namelijk niet. Want dat heb ik ook een keer gelezen, dat mensen dan zeggen, ja, maar goed, er zitten heel veel Engelsen ineens in de stad. En dan denk ik, ja, ik kan me voorstellen dat als jij een Engelse gast hebt, dat hij dan niet op een kleedje ergens in het Ankerpark gaat zitten met een fles wijn. We hebben ook een universiteit, heel veel internationale studenten. Dus niet iedereen die Engels spreekt is gelijk toerist. Nou, daar sla je denk ik de spijker op zijn kop. We zijn inmiddels gewoon daarom hebben ze hem ook ingehuurd. Ja. Heel goed voorbereid. God, wat ben je goed. wij zijn inmiddels gewoon een internationale stad geworden. Hè. We hebben een hoog aangeschreven universiteit. We hebben het LUMC, het Science Park. Ja, dat trekt gewoon allerlei internationals aan. Dus als jij Engels op straat hoort, hoeft dat helemaal niet van een toerist of iemand die hier zakelijk verblijft te zijn. Dat kan ook gewoon iemand zijn die hier aan het afstuderen is of die hier Science Park doet. Of precies, die hier werkt. Maar goed, kijk even naar onze hotels. Het klopt ook wel dat wij veel buitenlanders aantrekken, omdat we ook echt wel wat te bieden hebben. Daar heeft Martijn de laatste jaren natuurlijk hard aan gewerkt dat we ook zeg maar buiten de landsgrens goed op de kaart komen te staan. En ja, Leiden is gewoon een toffe stad om naartoe te gaan. Zeker. En een heel mooi alternatief van de drukte van Amsterdam. En het merendeel van onze gasten, iets meer dan de helft, 55% van onze gasten is internationaal. Ja. In Leiden, in de Leidse hotels. Inderdaad, niet iedereen die Engels spreekt is natuurlijk een toerist. Nou zit de gemeente niet stil. Hè. Ze hebben gelukkig hebben ze wel kenbaar gemaakt en ook aangegeven dat ze begrijpen dat dat er naar gekeken moet worden naar die toeristen. Of tenminste, vooral naar Airbnb, laat ik het zo zeggen, de verhuur daarvan. Ik weet niet of dat een goede oplossing is. Heeft men er ook een soort van kliklijn voor, dat je je buren aan kunt geven als je overlast hebt, dat je dan kunt gaan bellen. Ik vind het een beetje 19 lang geleden. Maar ze zijn er dus wel mee bezig om het te gaan handhaven. Hebben jullie het idee dat zoden aan de dijk gaat zetten? Heeft dat nut? Nou, laten we die wel de hoop ervoor uitspreken. Overigens, die kliklijn, dat is, lijkt me gewoon niet onnormaal. Want als ik overlast heb van mijn buren en ik kom er met hun niet uit, dan is het wel prettig dat je ergens je woord kwijt bent. Ja, dat snap ik. Dus dat voorop gezegd, maar ik snap een beetje in de context als jij dat bedoelt, dat het klik, je wil niet iedereen verlinken. Nee, maar goed, als je er last van hebt, dan heb je er last van. En dat mag niet, dus weet je, dan... Ja, maar misschien is dat het makkelijkste antwoord. Het mag niet. Dus een overheid heeft dan de opdracht om te handhaven op de wet en regelgeving. Ja, je kan duizenden euro boete krijgen, hè, als je echt overlast veroorzaakt en gewoon je huis blijft verhuren. Dus dames en heren, doe het niet, want het kan echt je heel veel geld kosten. Hebben jullie het idee dat dus het aantal Airbnb's, of in ieder geval de hoop dat dat een beetje terug zal lopen? Of in ieder geval met regelgeving goed geregeld wordt? Want je wil niet zozeer dat het echt terugloopt, maar je wil vooral dat er regelgeving is. Nee, precies. Er is markt voor, dat blijkt wel. Alleen het moet wel geregeld gaan worden. Er is overigens een wet in de maak, waar we de hoop hadden dat die op 1 januari al zou worden geactiveerd. Maar dat is de wet toeristische verhuur van woningen. En daarmee kan een gemeente gaan handhaven. Amsterdam heeft bijvoorbeeld gezegd, joh, voor bepaalde gebieden doen we het gewoon niet. Andere gebieden mag je maar 30 dagen of 30 nachten per jaar een privéwoning verhuren. Er is een registratieplicht. Maar ja, hoe controleer je dat? Ik kan wel zeggen... Dat moet wel gehandhaafd worden, want anders is het ook weer een wet van niks. Nee. Daar ben ik met je eens, ja. Maar goed, het is wel een aanzet tot. En is het dan niet gewoon veel makkelijker door gewoon regelgeving te bedenken waardoor het dan of niet kan, of wel kan, dan dat je er allemaal weer subcategorie aan hangt voor zoveel dagen? Want dan moet je dat weer controleren en er is dan weer geen geld voor. En dat is, de gemeente heeft natuurlijk vaak geld tekort. Ja. Nou, je kunt daar wel slim mee omgaan. Er zijn steden waarin ze het moet sowieso vergund worden. He, dat is de situatie nu. Je moet verplicht een vergunning hebben, wil je het überhaupt doen. Dus een gemeente kan zeggen, nou, ik geef gewoon geen vergunningen. Nee. En dat doet Den Haag bijvoorbeeld. Daar is het gewoon per definitie op dit moment niet mogelijk om Airbnb... Ook niet die 30 dagen. Ook niet die 30 dagen. In Amsterdam is het in 3 wijken verboden. In de rest van de stad mag het wel, moet je vergunning aanvragen. En dan zit je aan die 30 dagen vast.
En ik heb wel eens begrepen dat er steden zijn die dan de verhuurder een unieke code meegeven. En die unieke code moet je dan in combinatie met het platform registreren. Zodat je en weet hoeveel... Na 30 nachten moet je uit dat systeem dat jaar. Maar dat moet dus dan eigenlijk vanuit Airbnb gericht worden. Die zullen daar echt in mee moeten. Maar ja, die steken natuurlijk nu een hoop geld in de zak. Dus die denken, dat gaan we niet doen. Maar die hebben net een beursgang. Of tenminste, die gaan naar de beurs. Hebben ze net aangekondigd dat ze daarmee doorgaan. Dus die zullen druk voelen dat als steden dit gaan verbieden... Dan is hun business case weg. Dus zij zullen op een gegeven moment ook moeten bewegen en oplossingen moeten vinden. Want dit is, ik zal maar zeggen, het is maar Leiden. Maar er zijn steden als Amsterdam, Berlijn, Barcelona, waar het echt een heel groot probleem is. Meerdere problemen dan alleen waar wij het over hebben. Dat we vinden dat het speelveld oneerlijk is en dat het dus iets van overlast veroorzaakt waar je geen vat op hebt. Ja. Dus er moet een oplossing komen. Dus die wet en regelgeving is stap 1. En daarna moet je een manier vinden om het met elkaar te organiseren, de handhaving te kunnen organiseren. Ja, dat snap ik. Nou ja, goed, ja, u begrijpt het, dames en heren. Trouwens, de tijd zit erover op. Het gaat heel snel. Als u een Airbnb heeft, let dan even op. Geef u aan bij de gemeente, dan is er niets aan de hand. Kunt u een papiertje krijgen, een toeristenbelasting afdragen en dan komt het helemaal goed. Heeft u buren waarvan u last heeft, die een Airbnb heeft, ja, dan weet u dat er dus blijkbaar een telefoonlijn is die u kunt bellen om ervoor te zorgen dat u ze kunt aangeven. En het zorgt er natuurlijk ook voor dat uw buurt rustiger blijft als u daar echt overlast van ervaart. Ik wil jullie hartelijk danken voor het feit dat jullie er zijn geweest. U ziet ons weer volgende week maandag bij een nieuwe aflevering van Wat Leiden Raakt. En dan gaan we het hebben over de stijgende werkeloosheid. Want de corona heeft ervoor gezorgd dat heel veel mensen hun baan zijn kwijtgeraakt. We hebben twee organisaties aan tafel zitten, Taxi Wielkens komt en het UWV. Dus bent u een werkgever en heeft u problemen met deze tijd? Of bent u een werknemer en denkt u, ik zit lastig met mijn baan? Volgende week kijken bij een nieuwe aflevering van Wat Leiden Raakt. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Grant Thornton, accountants en belastingadviseurs BV, Gemiva SVG Groep, RWV Advocaten.